Goedemiddag. Het is vandaag 16 november 2017 en ik spreek met Tommy Geluk van de prachtige historische boerderij Nooit Gedacht in Sint-Anneland. Tommy, ja, je bent nog een jonge man, 22 jaar. Ja, de toekomst ligt nog helemaal voor je. Jij boert samen met je vader, hè? Ja, we doen het eigenlijk samen. Ja. Fijne samenwerking tussen mij en mijn vader. Ik richt me eigenlijk vooral op de akkerbouw en mijn vader steeds meer op de energiekant van het bedrijf. En dat werkt goed samen. Want ja, die energiekant, daar wou ik eigenlijk maar even mee beginnen, want ik heb gehoord dat jullie bedrijf is energie-neutraal in de opwekking van windenergie en zonne-energie. Ja, in principe van beide. Ja, we hebben dat plaatje gekregen, dat staat op het bord aan de weg, dat kunnen we straks ook zien. Mm-hmm. Dat hebben we van de duurzaamheidskring van Tolen gekregen. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat wij energie-neutraal zijn. Die hebben we gekregen aan de hand van, omdat wij veel energie opwekken van zonnepanelen als windenergie. En als doel ervan is het toch van om anderen te laten zien van kijk, dit bedrijf is neutraal en zijn goed bezig in principe. Maar we hebben dit plaatje gekregen omdat het gewoon, omdat we zoveel stroom opwekken, krijg je, dan vervalt bijvoorbeeld een stukje gas, valt er een weg. Mm-hmm. Dus dan ben je in principe neutraal. Ja, want jullie, de energie waar we het nou over hebben, die wordt dan aangewend, zeg maar, voor de elektriciteit. Voornamelijk elektriciteit, hè, is dat, hè? Want alleen maar. Maar jullie hebben nogal wat nodig natuurlijk hier met zo'n bewaring en alles en nog wat. Ja, we gebruiken jaarlijks ongeveer 100.000 kilowatt aan stroom in de bewaringen van aardappelen. Ja, ene jaar is het meer dan in het andere jaar. Dan leveren we ook meer terug. En andere keer gebruiken we iets meer. Dus dat is vrij neutraal. Ja, ja, want dat hangt, ja, in die windenergie kan ik me voorstellen, dat hangt natuurlijk van de wind hoeveelheid af die er in een bepaald jaar is. Ja. Of is dat niet zo? Ja, wind, dat gaat natuurlijk over zulke grote bedragen. Ja. Bijvoorbeeld jaarlijks wekken deze 5 molens aan 35 miljoen. Nee, maar ja, in ieder geval een enorme hoeveelheid. Dat kunnen we straks op het bord zien. Maar jullie hebben, maar om het duidelijk te stellen, er staan hier 5 mooie windmolens hierachter. 3 zijn direct betrokken bij jullie bedrijf. En de 2 andere horen bij andere mensen. Hè? Inderdaad. En die zonne-energie, die hebben jullie, als ik me goed herinner, een jaar of 3 geleden zijn jullie daarmee begonnen met zonnepanelen. Ja, ja. Zo'n 1000 vierkante meter, dus 542 panelen. Mm-hmm. Dat is goed voor een opwekking van ongeveer 90 tot 100.000 kilowatt. Uur per jaar. Ja, maar en, want jullie hebben natuurlijk, als je dat op het hele bedrijf zo ziet, een enorme oppervlakte aan dak. Ja. Is alles al benut? Nee, we willen eigenlijk alle daken in de toekomst volleggen. Uh-huh. Alleen het gaat gepaard met asbestsaneringen en zulke dingen. Oh ja, die nog op handen zijn, zeg maar. Ja. Maar dat loopt allemaal en uiteindelijk. Ja, ja, want je noemde toen net, ja. Jullie produceren een bepaalde hoeveelheid energie op jaarbasis. Die is nooit gelijk, denk ik. Hè. Dat kan bijna niet. Maar is het gemiddeld genomen zo dat je altijd genoeg hebt voor het eigen bedrijf? Of dat soms ook nog? Gemiddeld genomen hebben we eigenlijk altijd genoeg. Over zelfs misschien. Eigenlijk een stuk over. Ja. Maar daar rekenen we eigenlijk niet erg mee. Nee, nee. En dat is dan weer terugleverbaar? Ja, dat leveren we dan terug op het net. En, ja, dan krijg je een kleine vergoeding voor. Mm-hmm. Maar zodoende, het is wel een rendabele zaak. Hè? Ik bedoel, het is een voordelige zaak. En een goed gevoel dat je met natuurlijke bronnen je energiebehoefte kan vervullen. Inderdaad. Ah, wat leuk zijn. Ja, er is de laatste tijd heb ik nogal wat gelezen in de kranten dat er op het eiland Tolen sprake is van diverse percelen die men vol wil plaatsen met zonnepanelen. Ik begrijp dat sommige boeren dat helemaal niet zien zitten. Die zeggen, daar is het land niet voor. Maar hoe denk jij daarover? Ja, ik denk eigenlijk vrij neutraal. Uh-huh. Het is net de afweging van, brengt het ons meer dan akkerbouwgewassen? En, ja, de grond is natuurlijk wel schaars en van goede kwaliteit hier op de Tolen. Maar ik denk, in samenspel met windenergie en kabels die er al liggen, zou het een mooie samenvoeging zijn van bepaalde energiebronnen. Alleen, ik denk dat er nog iets meer onderzoek naar gedaan moet worden om uiteindelijk daar echt een oordeel over te vellen.
Maar wij staan er wel voor open in principe. Je zegt niet, dat doen we niet. Op slechte grond. Laten we zeggen, Tijlentolen zal ook wel hoeken hebben waar de grond wat minder is. Ja, dan zou het natuurlijk helemaal niet zo vervelend zijn als ze dat zouden doen. Nee. Maar goed, dat is bij jullie bedrijf absoluut niet aan de orde. Jullie hebben genoeg ruimte nog om... Ja, in principe wel. Om wat je nu opwekt is voldoende. Ja. Zeg maar, een andere energiesleuper, hè, dat is natuurlijk al die mooie tractoren die erachter staan en alles wat daar meer... Dat heeft altijd nog steeds diesel nodig. Ja. En ja, zie jij daar al in de toekomst enige vorm van verlichting in? Dat je zegt, nou, we gaan die grond bewerken en dat zaaien, dat kan met minder diesel. Dat denk ik, dat zal moeilijk zijn, denk ik. Ja, de trekkers worden in principe altijd worden tegenwoordig alleen maar groter. Ja. Maar kijk, we kunnen een grote trekker, maar wij zijn wel van mening om dan ook het machine erop aan te passen. Dan een grote trekker op een kleine werkbreedte, en wij gebruiken dan een grote trekker met een grote werkbreedte. Mm-hmm. Dus heb je in principe minder handelingen op een bepaald stuk grond. En ja, de toekomst. Ik weet het niet, er zijn natuurlijk veel ontwikkelingen in elektrische tractoren en of methaangas of op waterstof. Je zou kunnen zeggen, als je nou zoveel elektriciteitsenergie wint, maar ja, dat is simpel gedacht natuurlijk, zou je dan niet een paar super... accu's, batterijen, waardoor je zoveel kracht in je tractor kan stoppen, dat die energie van de zon en de wind dan ook op het land gebruikt kan worden. Ja, voor de toekomst zou dat natuurlijk een mooie oplossing zijn. Maar dan is ook de afweging van, is het rendabel op zulke bedrijven? Of hoe willen we dat zien? Hoe gaat het met de bodemdruk? Ja. Want dat is natuurlijk tegenwoordig een hot item. Mm-hmm. Accu's zijn waarschijnlijk zwaarder als verbrandingsmotoren. Als je dan aan de ene kant wint, dan verlies je aan de andere kant. Dat is natuurlijk ook weer mogelijk. Maar ik vind het wel interessante ontwikkelingen. Ja, ja. Ja, in de automobielindustrie zie je het natuurlijk ontzettend toenemen. Hè? Maar er komt natuurlijk ongelooflijk veel kracht bij kijken en koppel bij... Maar wat jullie doen met je grondbewerking en alles en nog wat, dat dus een hoop energie en diesel vraagt, ben je er ook bezig met, dat we zeggen, manieren van werken, waardoor er minder vermogen wordt gevraagd van je machines daarachter of zo? Niet meer ploegen, ik noem bijvoorbeeld alleen maar oppervlakkige grondbewerking, of kan dat op deze grond niet? Bepaalde percelen bij ons, of we doen vrijwel 1 op 3 ploegen. Ja, het grasland doen we ploegen en ander proberen we alleen met de NKG, dus met niet-kerende grondbewerking te bewerken. Ja, ja. Om op die manier toch wat diesel te besparen. En, goed voor de bodem, zeg maar. Ik heb geen idee hoe de dieselprijs momenteel is. Want de speciale rode diesel is afgeschaft. Hè? Ja. Dus je betaalt eigenlijk net zoveel voor de diesel zoals ik met mijn auto aan de pomp betaal. Heb je enig idee, Tommy, hoeveel diesel jullie nou op een jaar verbruiken? Ja, ik denk ongeveer 50.000 liter op een jaar. Ja. Een grote hoeveelheid in principe. Dus, ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, dat hangt ook weer van de weersomstandigheden af. Ja, denk ik, hè? Want als je in een nat jaar flink moet ploeteren, dan kost het heel wat meer. En met beregenen natuurlijk, wat we tegenwoordig ook veel doen. Ja, want nou je dat zo zegt en ik draai mijn camera een beetje deze kant uit, dan zie ik daarachter een aantal haspels staan, waar natuurlijk in een droge tijd dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Ja, van het jaar ook volop in gebruik. Ja, maar, want dat brengt me gelijk op de vraag, hebben jullie dan voldoende zoet water hier? Ja, dat sinds een aantal jaar is het eigenlijk is er goed zoet water aan het oppervlak voor ons. Dat wordt ingelaten in de sloten? Ja, in principe wel. En, dat gaat tot op heden eigenlijk vrij goed. Ja, want het is anders, iets nieuws voor hier. Ja, want anders waren jullie natuurlijk eigenlijk de klos hier, want je ligt omgeven door zout water, behalve dan het Schelderijnkanaal. Ja. En daar wordt het uitgehaald en zo in de sloten gepompt. In principe wel. En dan zou je wel iets voor moeten betalen natuurlijk. Ja, daar zit een prijskaartje aan. Maar je hebt de mogelijkheid om je gewas te redden. Ja, en ook mogelijkheid om misschien nieuwe teelten te realiseren hier op Tolen. En is het van het was afgelopen jaar, heb je het veel gebruikt? Ja, we hebben juni, juli, we hebben het constant gedraaid, 24 uur op een dag met 2 haspels. Ja. Alleen, en daar heb je dan weer het antwoord op, hoeveel energie gebruik je per jaar? Dat kan natuurlijk afhankelijk van de regenval ook alweer ontzettend schelen. Ja, nou man, maar jullie zijn buitengewoon goed bezig wat dat betreft natuurlijk. Hè. Dat is een voorbeeld voor velen. Merk je dat ook, Tommy? Dat mensen die dat zien hier in de omgeving of verdere omgeving zeggen, wij moeten toch ook proberen meer te doen aan eigen energieopwekking.
In de vorm van bijvoorbeeld zonnepanelen. Ja, ik zie het eigenlijk steeds vaker. Vroeger werd er veel negatief eigenlijk nog over gesproken. Alleen nu de dag van vandaag, ja, ik zie toch op steeds meer schuren, maar ook bij particulieren toch zonnepanelen op daken verschijnen. Ja. Zelfs in tuinen. Ja. Maar ja, over windmolens zullen we het maar niet hebben, want we weten allemaal hoe jouw vader onder andere zich heeft moeten inspannen en heeft moeten knokken. Ja. Om dat voor elkaar te krijgen, om een aantal windmolens geplaatst te krijgen. Ja, daar zit weinig muziek in natuurlijk om dat toe te voegen. Ja. Ja, niet, tenminste niet overal. Nee, inderdaad. Oké. Okay. We zijn nog constant mee bezig om daar ook nieuwe projecten te ontwikkelen. Ja, Tommy, op de achtergrond zien we één windmolen, één van de drie. Die andere, als je iets opzij gaat, die is dan ook te zien. Volop in beweging. Het waait niet eens zo hard vandaag. En toch wordt er energie opgewekt. Ja. Ik kan me zo voorstellen, ik heb het ook wel eens aan je vader gevraagd. Vroeger keek een boer naar buiten of het niet ging regenen. Maar tegenwoordig kijk je ook vaak, als je zoiets hebt, naar buiten van hoe zou het gaan met de wind vandaag? Ja, en bij ons zelfs nog goed met de zon besteld. Tweeledig. Dus je bent wat dat betreft eigenlijk extra regen, zon en wind. Leven van de natuur. Ja. Ja, ik weet niet of ik dat vorige keer hoorde. Groene spoen. Ja, dat gaat natuurlijk altijd wat er uiteindelijk aan de streep overblijft. Ja, maar er moet natuurlijk wel allemaal wat op. Het moet van alle kanten komen. Ja, nou, het prachtige, prachtige natuurlijke opwekking van energie. Mooier kan het niet. En niet altijd veel wind eigenlijk, relatief. Hè? Nee. Nou, hopen op een redelijk mooi windjaar. Ja. Niet al te gek. Dat de pannen wel op dak blijven en de zonnepanelen. Ja man, ik zei al in het begin, je bent nog maar 22 jaar. Was jij, Tommy, van begin af aan al zo geïnteresseerd in de landbouw? Je bent geboren en getogen op een bedrijf, maar ja, dat hoeft niet altijd te betekenen. Ja. Enige twijfel gehad toen ik in mijn tiende jaren was. Maar ik denk dat iedereen dat heeft gehad. Maar toen ik meer verantwoording ging krijgen hier op het bedrijf, ging het gevoel ook meer groeien. Mm-hmm. En voelde ik me ook verantwoordelijk voor verschillende onderdelen, processen in het bedrijf. En daar is het gevoel echt wel mee gegroeid. Mm-hmm. Dus het groeit nog steeds, het gevoel en de betrokkenheid en alles wat met het akkerbouwbedrijf van jullie te maken heeft. Ja, dat is nog in een ontwikkeling in positieve zin. Ja, dat kan ik gerust zeggen. Iedere dag wordt het voor mijn gevoel beter. Ja. Mijn gevoel dan. Want jij noemde toen net al een beetje, bepaalde aspecten die van het bedrijf, die interesseren me meer dan andere aspecten. We kijken nu bijvoorbeeld op de achtergrond naar we zijn in de bewaarplaats, er ligt een gigantische berg met aardappelen. Ja. Jij zegt, ze kunnen we daar midden in de nacht voor wakker maken als er iets is. Ja. Wat trekt hij daar zo in aan? Ja, toch een beetje vallen en opstaan in de aardappelbewaring. Ook een paar keer goed fout zien gaan. Mm-hmm. En daar echt betrokken mee geraakt. Veel over gelezen, besprekingen over gehad. En ja, dat is echt mijn vakgebied. Ja. Het is ook een delicate zaak, hè, om het goed te bewaren. Wat voor bewaring hebben jullie hier? Wat voor soort bewaring? Gewoon een ondergronds belichting. Wie heeft dat mogen leveren? Tolsma heeft het. De bekende Tolsma. Ja. Heeft het geleverd. Want alle aardappelen zijn binnen nu, denk ik, hè? Ja. Het was van jou moeizaam werken, denk ik. Ja, het was inderdaad een lastige oogst. Ja. We hadden in het voorjaar dachten we, dit komt helemaal goed. Mm-hmm. Met beregenen. En ineens viel de regen erin. En, en dan afhankelijk van de zwaarte van je grond. Dan, we hebben echt heel veel schade gehad op bepaalde percelen. Mm-hmm. En het was even kritisch, maar uiteindelijk liggen ze allemaal mooi droog binnen. Ja, het is, dat kan menig huishouden hier nog een aardappeltje verschil als ik het zo bekijk hierachter. Ja. Wat voor ras zien we hier achter ons? Hier liggen tafel aardappelras, Melodies. Melodies. En hierachter in de schuur liggen nog een friet aardappel Ramelsen. En dan hebben we nog een schuur vol met aardappelen. Oh ja. En hier ligt zo een 1500 ton aan aardappelen in. En aan de andere ligt ook een 1000 ton. Ja. En nog wat uien. Ja. We dwalen even een klein beetje af van ons aanvankelijke onderwerp. Want je boer. Je zult waarschijnlijk de opvolger zijn. Zoals je er nu over denkt. Hè. Ja. Dat is toch eigenlijk wel mooi, hè, Tommy. Dat op dit bedrijf, waar al zoveel jaren een familie de ploeg hanteert. Ja. Om het zo maar te noemen, dat jij nu daar weer klaar staat om in die voetsporen te treden. Ja, dat is heel lang
bedrijf bestaat al heel lang. En ja. Ik ben blij dat ik, dat ik de kans heb om het weer over te nemen van mijn ouders. Mm-hmm. En daar komen we eigenlijk tot nu toe heel goed aan uit. Ja, ja en dan ja, een praktische opmerking is natuurlijk, het is een eigen bedrijf, hè? Het is een eigen bedrijf, ja. Eigendom. Ja, en dan alles. Praten we over hoeveel hectare land op dit moment? 135. 135 hectare. Ja, dat is natuurlijk een heel bedrag om over te nemen, maar je hebt nog jaren de tijd en je wordt, laat ik het nou zomaar zeggen, als ik het zo zeg, niet gehinderd door een hele reeks broeren en zussen. En dat klopt inderdaad. Dat scheelt natuurlijk ook nog. En je hebt één zus en dat is dan ook een goede verstandhouding. Ook een goede verstandhouding mee, dus wat dat betreft geen punt. Maar het enthousiasme, ja, je bent nu nog. Ja, een jonge vent, een jonge boer. En, heb jij nog plannen om nog elders in de wereld een kijkje te gaan nemen? Dat je zegt, goh, mijn leven is nog zo lang voor me. Laat ik eens even ergens anders naartoe gaan. Ja, het lijkt me zeker interessant om op andere plekken te gaan kijken. Mm-hmm. En ook mee te draaien op een bedrijf. Mm-hmm. In principe zou ik het graag willen. Ja. Zal ook nog wel plaats gaan vinden. Alleen op dit moment voel ik me nog heel erg betrokken bij dit bedrijf. Ja. Ja, je kunt het eigenlijk niet echt loslaten. Ik kan het niet echt meer loslaten. Ik voel me gewoon verantwoordelijk voor de toko. Als je straks ergens in Canada of Australië zal zitten en je hoort er weer berichten daar van Nederland en je merkt dat het hier allemaal niet goed, dan kan je weer rust meer. Eerste vlucht naar huis nemen. Ja, nou valt er wat mee als je helemaal zo ver weg bent hoor. Dus ik zou zeggen, joh, je hebt nu nog de kans. Neem die waar als je zin hebt. Ja, je tegenwoordig kennis. Dat heb je nodig in de akkerbouw of in de landbouw het algemeen. Hè? Want alles wordt steeds meer natuurlijk ingewikkeld, gedigitaliseerd en noem maar op. Wat is jouw agrarische opleiding op dit moment? Ik studeer in Dronten, de Agrarische Hogeschool. Ik heb agrarische bedrijfskunde gedaan. Mm-hmm. Daar heb ik goed inzicht gekregen in hoe de bedrijfsstructuren werken, de financiële kant van het bedrijf. Mm-hmm. En nu ben ik overgestapt naar gewoon de plantenteelt, tuin en akkerbouw, ook in Dronten. Ja, en daar weet je natuurlijk al heel wat van, want ik bedoel, je maakt het dagelijks mee, maar de fijne kneepjes leer je dat. En wat je eerder noemde, de financiële kant is natuurlijk ook belangrijk dat je inzicht krijgt in, wat kost mijn bedrijf en wat levert het op? Inderdaad, toch een hele onderneming, de boeren. Je noemde net de oppervlakte grond die jullie nu hebben, 135 hectare, is dat mooi aaneengesloten? Ja, eigenlijk ligt alles binnen een bereik van 4 kilometer op een paar blokjes na. Ja. Maar het is eigenlijk allemaal rond het huis. Dat is prachtig natuurlijk. Ja, ben ik ook blij mee. Hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat voor grondsoort? Is het egale grondsoort of is het nogal bont? Het is in principe hier echt een bonte grond. Ja. Het varieert van lichte zaven tot eigenlijk hele zware klei. Mm-hmm. Het is ook wel een uitdaging soms met rooien, maar ik denk dat het ook wel een bepaalde charme heeft. Ja, want dat is natuurlijk een groot verschil. Hoe je grond is en hoe je die aan moet pakken. Maar naarmate je langer op bedrijf bent, krijg je steeds meer inzicht. Ja, en je hebt natuurlijk altijd nog de grote vraagbaak aan je vader Arne. Hè? Ja. En die heeft het weer gehad van zijn vader. En zo gaat de kennis over grond gaat door. Ja. Tegenwoordig, met zo'n bedrijf als van jullie, met deze oppervlakte, zat je misschien niet meer zo te verlangen naar meer grond. Maar zou je nog, als er een gelegenheid zich voor zou doen, nog wel wat expansie willen doen? Ja, in principe staan we altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Mm-hmm. In de toekomst zou ik graag nog willen uitbreiden, als daar enigszins mogelijkheden voor zijn. Mm-hmm. Ik denk dat de toekomst mij mooie mogelijkheden gaat bieden, op zowel ondernemerschap als aankoop van gronden of pachten. Ja, want is er ook een vorm van samenwerking die jullie hebben met andere bedrijven hier in de buurt? We hebben goede contacten met de buren in principe allemaal. En ook andere boeren uit de omgeving. Ja. We krijgen bezoek. Ik hoor een paar ganzen komen. Dus die samenwerking die is goed. Ja. Dat pas je ook je machinepark een beetje, is dat daar een beetje mee in overeenstemming met de hoeveelheid grond en wat je aan kan? Ja, we hebben de laatste jaren, sinds ik eigenlijk echt in het bedrijf ben getreden, veel aangekocht aan machines. Mm-hmm.
Ja, en dus om op die momenten, als we willen oogsten, dat we ook op het juiste moment de juiste machine kunnen inzetten. Ja. En ja, we hebben niet zoveel goede rooibare dagen meer. Nee, maar ik neem aan, het meeste werk doen jullie zelf, ja. Maar bepaalde werkzaamheden laat je nog over aan het loonwerk. Ja, torsen en bieten rooien en dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja, Tommy, je hebt ontzettend veel moeite gedaan om die aardappelen de grond uit te krijgen die daar achter je liggen. Zijn dat al de aardappelen die jullie dit jaar hebben gepoot? In principe wel. We hebben al een gedeelte geleverd. Mm-hmm. Dat waren aardappelen voor de vroegere oogst. Ja. En nu hebben we allemaal late aardappelen in de schuur liggen. En zijn die gecontracteerd of zijn ze vrij? In principe is bijna alles vrij. Een klein gedeelte is gecontracteerd om toch aan de soort van de kostprijs te komen of uit de kosten te komen. Ja. Toch een bepaalde zekerheid te hebben. Ja. En terughakend op jouw gevoel van de betrokkenheid bij het bedrijf. Kun je nou goed slapen als je denkt aan de ontwikkeling van de vrije aardappelprijzen op dit moment? Nee, dan daar word ik niet echt heel blij van. Nee, want dat is echt zonde. Wat doen ze op het ogenblik? Stel je voor dat je dit nou, als je het al kwijt zou kunnen op dit moment? Ja, ik denk voor boven de 5 cent gaan ze nooit komen nu. Goh. 4 cent misschien. Dat is natuurlijk toch een rampzalige ontwikkeling, hè? Ja, dat is zeker. Als ik kijk wat voor moeite we er hebben voor te doen en alles. Ja. Want ja, dit ga je nu bewaren. Dit bewaarkosten, noem maar op. En ja, uiteindelijk moet je maar wachten tot er iemand komt die zegt, nou, beste Tommy, ik wil ze graag hebben. Ja, dat is voor ons natuurlijk een lastige afweging. Gaan we door tot de late bewaring? Hmm. Of doen we toch op een bepaald moment zeggen van, oké, het is goed zo, we verkopen ze. Ja, en op een zeker moment weet je bij voorbaat dat de natuur je op een zeker moment dwingt om het toch in ieder geval weg te doen, want dan komt er weer een nieuw seizoen aan. Maar het is wel frustrerend, hè? Ik bedoel, kan je daar goed tegen? Want dan moet je, als boer, als akkerbouwer, laat ik het dan zo zeggen, die alles buiten heeft liggen, dan moet je toch wel ijzersterke zenuwen hebben. Ja, dan moet je sterk in je schoenen staan. Maar ik heb altijd geloof in het product en ze liggen gewoon mooi in de schuur, mm-hmm. zonder rot en zulke afwijkingen. En ja, het blijft ondernemen. Ja, dat klopt. Het mag soms wel eens van beide kanten komen. Ja. Wij krijgen natuurlijk allemaal eisen en er zijn dingen. Te weinig mensen die zich dat realiseren natuurlijk. Hè? Wel, denk ik, kwestie van zaaien en poten en oogsten en verkopen en klaar ben je, want dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk absoluut niet zo. De prijs moet gewoon verviervoudigd worden om. Nou ja, wie weet, het is nog maar 16 november. Inderdaad. Je weet niet wat er gebeurt in de wereld, dat er plotseling weer vraag op kan treden. En ja, dan kan je alsnog een beetje mazzel hebben. Er is natuurlijk druk van slechte partijen aardappelen momenteel nog. Ja. Dus ik weet niet wat de prijs na het nieuwjaar gaat doen. Nee. Dat is afwachten. Dat is zeker afwachten. Ja, we hadden het toen net al even een beetje over de mechanisatie. Want je wil natuurlijk, als het werkbare dagen zijn, weer zo nuttig mogelijk werken. Ja. Zo, als jullie nu zijn ingespannen, want zo zeiden we dat vroeger zo mooi, dan kun je in feite alles aan, ook in moeilijkere tijden, dat je niet gelijk klem zit. Ja, inderdaad. We zijn eigenlijk op ingesteld van moeilijke oogstomstandigheden. En wanneer het makkelijk gaat, mm-hmm. is het alleen maar makkelijk voor ons. Ja, want er werd vroeger nog wel eens gezegd, er is op veel bedrijven een overmechanisatie plaats. En dat is zonde van het kapitaal. Maar welke boer durft het risico te nemen om daar mee te spelen dat hij op een zeker moment in de problemen komt? Ja. En als het nodig is en je hebt het niet. Maar jullie hebben je goed eigenlijk ingespannen met je machines. Ik zie allemaal blauw achter mij, Tommy. Allemaal New Hollands en daar staat de nieuwste aanwinst. Ja. En dat is een New Holland, wat? T7-220. En wat voor vermogen heeft dat mooie beest? 220 pk. 220 pk. En die hebben jullie pas? Sinds maart hebben we die aangesloten. Oh, dus die is dit jaar voor de eerste heeft hij ze kunnen laten zien. Ja. En is het naar wens gegaan? Met, tot nu toe bevalt hij prima. Ja. Hij wordt vaak gebruikt. En wordt er niet gevochten bij jullie tussen jou en je vader die ermee mag werken? Nee, het is mijn trekker. Ah, het is jouw trekker? Ja. Ja. En met welke dealer werken jullie?
Deze komt van Ellen Beden Engelsman uit Sint Maartensdijk. Ah ja, vlakbij. Ja, ja. Dat is fijn. Ja, dat is natuurlijk ontzettend handig. Als er wat is dat je dan eigenlijk, ja, er zal niks zijn met zo'n machine zo nieuw, maar ja, dat, waar gebruik je deze trekker voornamelijk voor? Voor het zaaien, kilveren, land egaliseren, staat voor de beregeningshaspel. Oh ja. En heb je daar zo inderdaad zoveel vermogen voor nodig, net als voor de beregeningshaspel, of is dat dan bij toeval dat het... Het gaat om de oprolhaspel, om de slangen die langs de weg liggen op te draaien. Ja, 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 dan praat je toch zo over een paar ton in de hef van voor. Ja, want ik begreep ook een beetje, als je op een zeker moment wat tijd hebt, dan doen jullie ook hier en daar wat loonwerk, ja, hè? En ja, in de vorm van wat voor werk? Voornamelijk beregenen. Mm-hmm. En verhuur van karren of trekkerwerkzaamheden. Nou ja. Want ja, jij doet samen met je vader dit bedrijf. Ja. En hebben jullie ook nog losse krachten af en toe in dienst? Ja, we hebben een vrijwilliger. Mm-hmm. En, die werkt hier een paar dagen in de week en ja, bevalt goed. Ja, ja. Dus, maar dat is een man die op een zeker moment... Pensioen op, is. Ja, dus die kan je inzetten, ja, als die daar zin in heeft. En goede kennissen, ja, vrienden. Die maar over het algemeen anders, jij en je vader. Ja, nou, dat wil dus ik eigenlijk ook zo houden. Ja, ja. Graag als... Zo, ja, arbeid is duur. Ja. En als je het binnen de familie kan volhouden, is het natuurlijk beter. Ja. Standhouding is goed tussen jullie tweeën natuurlijk. Heb je jong en oud, dat is nooit, dat leidt niet tot conflicten. Ja, soms botst het, maar ik denk over het algemeen dat we goed uit de voeten kunnen. Ja, ja, maar dat is wel prettig werken natuurlijk, ja, hè, als dat zo kan. Ja. En ja, je hebt een bouwplan. Ja. En hoe was dat nou het afgelopen jaar in grote lijnen verdeeld over de oppervlakte grond? 45 hectare aan aardappelen, waarvan 20 friet en 25 tafelaardappelen. Mm-hmm. Graszaad 40 hectare, bieten 18 hectare, chicorij zo'n 22 à 23 hectare. En nog een stukje lucerne van 6 hectare. Ja, ja, ja. En dat zal het ook het komende jaar weer ongeveer worden? Zo ongeveer wel, ja. 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 Maar dan zijn, je zou kunnen zeggen, de aardappelen, die nemen wel zo'n beetje het grootste, ja, grootste hap is, in het... De cash crop, ja, zeggen, ja, ze wel. Ja, goh, durf het bijna niet meer uit te spreken dit jaar. Dat is een pijnlijk woord, maar... Ja, maar ja, goed. Ja, Tommy, als je met zoveel materiaal en machines bezig bent op je bedrijf, die al enorm veel hebben gekost natuurlijk in de investering, dan komt het punt van onderhoud en reparatie en dergelijke. Ben jij redelijk handig in het gebruik van technische zaken? In principe wel. Ook, ja, daar heb ik een opleiding voor gevolgd. Oh ja. En ja, ik doe graag zelf constructie en machines onderhouden, zowel trekkers als ja, de werktuigen. Ja, want dan kom je op het punt van nu, want het, ja, de werkzaamheden in het veld zijn denk ik klaar. Het ligt alles al een beetje op winter voor. Nee, we moeten nog zo'n 70 hectare ploegen, nog, dus dat moet ook nog geoogst worden. Wat moet je nog oogsten? Nog suikerbieten. Oh gebieden, ja, maar dat doe je niet en, zelf natuurlijk, nee, nee. En ja, chicorij, maar ja, een stukje moet nog gezaaid ervan worden, ja, en de rest is voor winter voor. Ja. Ja, en dan komt de periode aan op het akkerbouwbedrijf, zeggen we, zeiden ze vroeger, en dat zal nog wel zo zijn, dat het tamelijk rustig is, hè? Ja. Of gaat dat niet meer op, ja, toch? Ja, ik denk vanaf komende maand dat er wel af en toe wat vrachtwagens met aardappelen gaan laden. Mm-hmm. Daar hebben we in principe ons werk ook wel goed aan. Ja, ja. Mm. En dan natuurlijk je onderhoud. Ja, dat is ja, dus dan, veel werk. Dan maak je je tijd eigenlijk best nuttig. Ja. Jo, je hebt in de winter eigenlijk helemaal geen tijd om de wereld te gaan verkennen dan natuurlijk, als je het zo ziet. Hè? Ja, de aardappelbewaring, zoals ik net al ja, had verteld, ja, ja, is dat, helemaal mijn passie. Ja, dus ja, ja. Ja, dan heb je het eigenlijk... Dat is moeilijk om los te laten. En dan heb je het zomer en winter heb je eigenlijk altijd is de tijd gevuld. Ja, ja. Ja, Tommy, je staat hier voor de voorgevel van jullie historische boerderij uit, ja, 1662. Hoeven nooit gedacht. Ja, fantastische, prachtige trapgevel. En ja, als je dat zo ziet en je komt hier voorbij en de burger die niet beter weet, die van aardappelprijzen niks weet, die denkt, jongen, jongen, het is hier alleen maar weelde. Ze leven van de wind en van de zon. Ja. Maar, en dan komt er nog bij dat er onlangs zo'n krantenartikel was, waarin stond, vele boeren zijn miljonair. Ja, in feite is dat misschien wel zo, maar ze hebben er niks aan.
Klopt. Ja. Ja. Want als we nu over de grondprijzen praten, hè? Ja. Hoe zijn die op het ogenblik, hectare? Ja, ik denk als ik er 90.000 euro de hectare voor vraag, dat ik tot het morgen nog verkocht dat is. Dat is verkocht, in principe. Ja, het is gigantisch, hè? Ja. Ja, als je zelf grond hebt, dan is het niet zo'n probleem. Nee. Maar als je moet kopen, wordt dat wel anders. Dat is inderdaad een lastige zaak. Maar ik begrijp het, het zit vast. Je hebt er alleen maar wat aan als je het ooit van de hand zou doen. En dan zegt de fiscus, dankjewel. Ja, we moeten er allemaal alsnog hard voor werken. Ja. En proberen zo goed mogelijk product aan de consument te leveren. En, ja. Ja, het ene jaar wordt het wel beloond met een goede eerlijke prijs. En het andere jaar is het gewoon dramatisch. Tommy, het is niet alleen werk in het leven. Hè? Nee. Je hebt ook een hobby. Ja. En die deel je samen met je moeder en je zus. Ja, inderdaad. En dat is de paarden. Ja. Sport, mag ik zo zeggen? Ja, paardensport. Ja, paardensport. Dressuur. Dressuur. En je hebt daar natuurlijk een warm hart voor. Maar ja, niet altijd evenveel tijd, denk ik. Nee, dat klopt. Vaak schiet de tijd erbij in. En gaat het werk toch voor. Ja, ja. Maar de momenten dat ik kan trainen, paardrijden, dan geniet ik daar een volle tuigen van. Ja, 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 ja. Was dat, is dat ook al vroeg begonnen, die ontwikkeling liefde voor de paarden? Ik kreeg mijn eerste pony op mijn 4e of 3,5. Ja, ja, ja. En, ja, sindsdien rijd ik bijna dagelijks. Ja, ja. Ja, en jullie zijn er natuurlijk hier ook heel goed voor ingericht. En je hebt de ruimte. Dus wat dat betreft alle gelegenheid om het te doen. Wat je zou kunnen zeggen, de akkerbouw, de harde economische werkelijkheid. Ja. En de paardensport, ja, een leuke. Toch ook wel dure hobby. Ja, maar een leuke toevoeging aan de boerderij. Ja, ja. En ook op de minder drukke dagen. Er is altijd leven op de boerderij in principe. Ja, ja, ja. En Tommy, om af te sluiten, hè, want we zijn al lang aan het praten. Wat denk je van de toekomstige ontwikkelingen hier op Hoeve Nooit Gedacht? Hoe zie jij jezelf daarin? En in het algemeen in de akkerbouw hier op Tolen? Ik denk toch dat de trend is grotere bedrijven. Ja, wij hebben natuurlijk ook best wel een grote omvang. En ik zie het voornamelijk in specialisatie en optimalisatie, zowel van machinepark als het land ook. En ik denk dat het wel een mooie toekomst is, maar wel heel uitdagend. Ook, ik denk dat het van belang is dat de burger dichter bij de boer moet komen te staan. Ja, dat ze wat meer begrip op moeten brengen. Voor de noden van de boer. Ja. Wat heb jij nou wel eens het gevoel, goh, ik draag toch eigenlijk bij, een belangrijke bijdrage, aan de voedselvoorziening van de wereld? Ja, dat is zeker. Ja. Als je kijkt, bij ons liggen nu voor 2,5 miljoen kilo aan aardappelen. Ja. Als je uitrekent hoeveel mensen daarvan kunnen eten. Mm-hmm. En, ik denk dat er meer begrip voor mag zijn. Het brengt zoveel risico's met zich mee. Dat merk je dit jaar weer. En als er maar iets aan mankeert, dan is het gelijk de boer dit en dat. Ja. Ja, ja, dan moeten ze wel we gaan hopen op een beetje begrip. Ja, dat, het groeit wel, hè? Ja, het groeit wel. Er zijn natuurlijk altijd van die hardliners die het toch nooit, daar helpt het toch niet voor. Maar zoals jullie dat hier doen. En, dat is goede begrip naar ons, ook in de streek. En, ja. Iedereen voelt zich wel redelijk verbonden met de boer hier in omstreken. Ja, ja. Zeg Tommy, hartelijk bedankt voor de moeite. Het is een beetje fris vandaag, maar we hebben het. Ik ben heel wat wijzer geworden hiervan. Ja. Dankjewel. Dank u wel. Ja, Tommy, ze zeggen wel eens een goede PR, dat is be good and tell it. Ja. Nou, dat doen jullie hier met dit bord. Geluk, agricultural and green energy. Ja. Dat is hetgene wat jullie produceren. Ja. Nou, we produceren 35 miljoen aan kilowatturen aan wind. Mm-hmm. En met de zon 90.000 kilowatt. Ja. Hier proberen we toch de burger ook wat inzicht te geven in de bedrijfsvoering. Ja, ik denk dat iedereen het... Het is een goed idee om dat zo langs de weg hier neer te zetten. Want dan kunnen mensen die daar even bij stil willen staan, beseffen wat je op een landbouwbedrijf aan groene energie op kunt wekken. En niet alleen maar, ach, het zijn vervuilers en het is dit en het is dat. Hè, want dat inderdaad wordt nog alles naar ons hoofd geslingerd. En hier hebben we het bordje natuurlijk. Ja, en dat hebben jullie nog maar sinds kort uitgereikt gekregen, zie ik, hè? Ja. 10 oktober 2017.
Duurzaamheidskring Tolen. Ja. Hier hebben we certificaat van veilig voedsel. Oh, dat we aan de wettelijke eisen voldoen. En goed zo.